Gaan wij naar het Midden-Oosten, wat de Israëlische premier Netanyahu steunt. Het nieuwste voorstel van Amerika voor een staakt het vuren. Het plan van Biden heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken op een persconferentie gezegd. Just last week, the president put forward a proposal with Qatar uh, and with Egypt to try to bridge the gaps that remain between the parties, so that we could get agreement to what the president put out there a couple of months ago. Uh, In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, uh, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, uh, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. And then the parties, with the help of the, the mediators, the United States, Egypt, and Qatar, uh, have to come together and complete the process of reaching clear understandings about how they'll implement the commitments. Ja, want dat is niet helemaal duidelijk hoe die uh, wijzigingen in dat voorstel uh, nu uh, acceptabel worden voor Israël. Uh, Blinken is in het Midden-Oosten voor de veertiende keer onder druk uit te oefenen op Israël. Nou, er is dus nu inderdaad steun vanuit Netanjahu. jou. nu moet Hamas aan de bak, zegt Blinken. Ja, het andere verhaal is natuurlijk wel, dat zegt Hamas ook. Van ja, wacht even, Amerika wordt hier voor het karretje gespannen van Israël. En uh, laat zich inderdaad in de nieuwe voorwaarden uh, uh, praten, terwijl wij een uh, akkoord hebben over een eerder door Biden gelanceerd plan. Nou, wat de haalbaarheid is van zo'n bijgesteld plan... gaan we bespreken met Peter Weininga... defensie-specialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies... oud-luchtmatofficier. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, inderdaad. Die mannen van de mast zeggen... ja, wacht eventjes, blinkers aanpak, allemaal leuk en wel... maar dit is niet een overeenkomst die aan ons voorgelegd is. Eén en twee, er zijn piketpaaltjes verplaatst... en dat willen we niet, punt. Nee, het is ook een beetje de vraag wat precies in het voorstel staat. Hè, wat die overbrugging ja. dan uh, precies inhoudt, uh, dat is nog uh, wat vaag. Um, dus um, ja, um, waar Hamas precies op reageert, is natuurlijk het feit dat er ooit een voorstel is geweest, uh, komende vanaf Biden, waar Hamas ja tegen heeft gezegd en Israël nee. Ja. Um, nou, is dat niet helemaal fair om het zo uh, weer te geven? Want Hamas had uh, in feite op dat uh, voorstel van Biden ook gereageerd met allerlei uh, aanvullende uh, voorwaarden die mm -hmm. het uh, voor Israël onacceptabel maakten. Ja. Dus ja, dat was uh, de, de, de eerdere situatie. Dat Hamas daar nu naar terugverwijst, uh, ja, dat is een beetje, beetje een politiek markt. spel. Ja. Ja. Toch voert hij de druk op, op Hamas. Hè? Want hij zegt nu, jongens, Israël is door de bocht en nou moeten jullie. Nou moet je maar even wat doen. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die uh, in de, in de, in de, in de, in de zijlijn van Hamas functioneren, misschien wel met argus ogen kijken naar de leiding van Hamas, naar zo'n zo Jaya Sinwar bijvoorbeeld, van ga nou eens akkoord, ga nou eens aan tafel, we moeten van die ellende af, 40.000 doden, we kunnen niet zo doorgaan. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, dat hoor je niet in ieder geval in de zijlijnen van Hamas. Uh, uh, en zeker uh, niet rond uh, Yahya Sinwar... wat een van de meest fanatieke uh, leiders van Hamas is. En ja. in feite ook de architect van de aanval op 7 oktober vorig jaar. Um, dus, dus ja, het is maar zeer de vraag wat er nu gaat gebeuren. Kijk, een van de grote breekpunten is... dat Hamas een definitief einde aan de oorlog wil. En, en dus ook uh, eigenlijk deze oorlog wil overleven. Ja. Als uh, instantie die... Die de, 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 de macht in de handen heeft in Gaza. En Israël wil dat absoluut niet. Die wil een einde aan Hamas. En, uh, en dus ook geen uh, definitief einde aan de oorlog. Zolang Hamas niet um, uh, volledig vernietigd is. En ja. dat is het grote probleem. En ja, hoe overbrug je dat nou? Uh, hm. Blinken zegt dat hij met een voorstel is gekomen waar Israël ja tegen heeft gezegd. Dat zou betekenen dat Israël toch ook een beetje water bij de wijn heeft uh, moeten doen. Ja. Uh, ja, en verwacht nu van Hamas dat ze hetzelfde doen. Hm. Uh, maar goed, wat precies die overbrugging dan dat uh, niet, betreft, ja. Ja, dat, dat, nou. dat weten we niet. Nee, nee precies. En, en Blinken zegt, jongens, dit is echt de aller, dit is het laatste station, hè? de laatste mogelijkheid tot een oplossing. Uh, hoe gaan we dit verder zien? Gaan er, gaan er denk je nu echt stappen worden gezet of blijft het maar aanbolderen? Want ja, dat hangt er natuurlijk ook vanaf, inderdaad, hoe de invulling van zo'n overbrugging in elkaar zit. Hè? ja precies dat is denk ik cruciaal en daar heeft hij niets over naar buiten gebracht maar... dat zal dus denk ik achter gesloten deuren met elkaar worden gedeeld um, ja en daar moet dan uh, overeenstemming over gaan ontstaan ja. uh, nou goed het is de vraag of dat gaat gebeuren natuurlijk zeker. Uh, wat blinken wel heeft gezegd en daarmee voert hij de druk op ja dit is mogelijk de laatste kans om tot een ja. vergelijk te komen en als het nu niet lukt ja weet je dan gaat die oorlog door en dan neemt de kans op escalatie ook toe ja. Uh, uh, ja, hamas heeft al verklaard uh, zeg maar aanslagen binnen Israël te willen plegen er is een sprake geweest van een mislukte aanslag en Hamas heeft aangegeven dat ze daarachter zitten. Hezbollah voert de druk op, Iran voert de druk op. Beiden hebben aangegeven nog een vergeldingsactie te willen plegen... voor het ombrengen van diverse leiders van Hezbollah en uh, Hamas... Hamas ja. uh, op hun territorium. Mm -hmm. uh, weet je, dus de, de, de druk is enorm hoog. Ja. En dat betekent dus ook ja, dat als dit mislukt... dat het wel eens tot uh, uh, ontploffing zou kunnen komen. Zeker, dat zijn blinken ook, hè? Wat most crucial now is... That... Everyone, everyone refrain from taking any actions that could fuel further conflict, escalate tensions, uh, and uh, result in the spreading uh, of violence and, uh, and conflict. Ja, well, dus Brian, of uh, blinken. Hè. Vandaag vertrekt hij dan ook naar Cairo, hè, waar de onderhandelingen verder gaan, Peter. Uh, dan brengt hij ook nog een bezoek daarna aan Qatar. Gaat hij het verschil maken? Is mijn grote vraag altijd. Want hij is nu voor de veertiende keer daar in het, in het Midden-Oosten, sinds 7 oktober. Dat heeft tot nog toe nog niet heel veel opgeleverd. Nee, dus ja, ik, ik heb er zelf ook een beetje een hard hoofd ja. in. Uh, maar goed, ik, ik weet niet wat de inhoud van het voorstel is. Dus maar misschien is het wel zo geniaal dat, uh, dat beide partijen er geen nee tegen kunnen zeggen. Ja, precies. Um, ja, laten we hopen uh, dat het tot iets komt. Ja. Uh, want, want natuurlijk, uh, zeker ook um, uh, aan de Palestijnse kant, uh, het aantal slachtoffers dat, dat is echt verschrikkelijk hoog. Um, aan de Israëlische kant speelt nog steeds de kwestie van de gijzelaars, uh, wat echt een nationale kwestie is uh, in Israël. Um, ja, en weet je, die partijen willen natuurlijk ook, uh, zeker de mensen op de grond in Gaza en de mensen in Israël, dat er een einde komt aan het conflict. Ja. Um, maar ja, weet je, het, het lastige is uh, dat Netanyahu eigenlijk heel weinig bewegingsruimte heeft. Um, uh, de extreemrechtse partijen in zijn coalitie hebben gezegd dat als hij uh, te veel beweegt, uh, dat ze dan uit de coalitie stappen. Ja. Uh, en dat betekent dat Netanyahu uh, zeg maar loslopend wild is, want er lopen drie onderzoeken wegens corruptie tegen hem. Ja. Um, en dat is waarschijnlijk voor hem ook een reden om uh, hier aan uh, vast te houden en deze oorlog te blijven voeren. Hm? En Hamas, ja, Hamas heeft er uh, belang bij uh, dat die druk op Israël wordt opgevoerd. Ja. Uh, het, aantal, het hoge aantal slachtoffers helpt die druk te creëren. Er uh, zijn martelaren in de, van, in de ogen van Hamas. En ja, weet je, dat maakt het eigenlijk bijna onmogelijk om tot een vergelijk te komen. Ja, um, ja en... Nou goed, we moeten even afwachten wat het voorstel inhoudt. Exact. En of ze er inderdaad, uh, en in dit geval Hamas, dan ook ja tegen gaan zeggen. Ja, laten we hoop houden. Dankjewel. Peter Weininga, oud-luchtmatofficier en defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies.